Die matroos vroeg om nog wat hoger te gaan en dan heb ik toch maar nee gezegd, want het was daar toch al serieus hoogst. Ik ben echt blij dat ik het gedaan heb, want ik had die boot al op foto's gezien en had ik gehoord hoe hoog dat die was. En ik dacht eerst van oei oei, daar ga ik nooit in durven, maar uiteindelijk heb ik het gedaan en ben echt wel fier op mezelf. We zijn tot het eerste platform gegaan. Ja, en er zijn nog een paar ook hoger gegaan, maar ik denk niet dat ik dat ging durven. De jury heeft 3 filmpjes geselecteerd, 3 filmpjes die eruit sprongen, 3 filmpjes van ontzettend hoog niveau, dus 3 hoofdprijswinnaars. Ja, we gaan met de boot van de Wikkel mee naar Zuid-Afrika. Wat gaan jullie daar precies doen, denk ik? Goh, dat weet ik eigenlijk niet. En dat die zeer leerrijk gaat worden. Ik hoop ook dat we in Kaapstad een beetje mogen rondlopen, in de steden daar. Ook een beetje genieten natuurlijk van de zon, in het water spelen en zo. En... je weet ook dat je hard moet werken op de boot, zie je dat zitten? Ah, moet dat ook? Ja, waarschijnlijk wel, ja, als dat erbij hoort. Ja, ik ben nog nooit in een ander continent geweest, wel al in het buitenland. Maar nu, ja, Afrika. Ik verwacht dat het heel warm gaat zijn en natuurlijk heel mooi en dat we daar veel dingen gaan leren. De boot beweegt echt keineig en al die zeemanslieden die stappen gewoon en wij daar zo achter zo huppelen. Zo. Omdat we ons evenwicht helemaal niet kunnen houden. En dan zo aan touwen trekken en ondertussen nog je evenwicht moeten houden. Dat is echt grappig om te zien soms. Meteen dat we hier toe kwamen, waren we eigenlijk zo in de crew opgenomen. Ja, het kan ook niet anders, want je moet samenwerken. Gewoon voor de zeilen op te hijsen en zo. Ja, alleen kun je dat niet doen. Dus hebben ze je hulp nodig en dat is wel tof dat je dan zo je steentje kunt bijdragen. Dan heb je iedereen nodig, gelijk op welke post is het nuttig. En je kunt niet zonder één iemand en dat, ja, dat vind ik wel plezant. Ik heb echt wel veel bijgeleerd hier. We hebben wel ingezien dat iedere mens wel iets tofs in hem heeft. En eigenlijk ja, in België zie je dat zo niet, omdat iedereen, dat is gewoon stramien. Dat is gewoon naar school gaan en dan, als je iemand niet leuk vindt, dan vind je hem niet leuk. Maar hier moeten we wel een beetje met elkaar leven. Ongelooflijk, echt waar. Ik wil al Hans mijn leven naar Afrika komen. Ik had nooit gedacht dat mijn eerste keer op die manier ging zijn. Het was eigenlijk super tof hier overal, want we hebben al super veel toffe dingen gedaan. Echt een belevenis tot en met. Ik had nog nooit zo op een boot zo gezeild en zo. En dit is echt wel ongelooflijk om dat nu eens te doen.